Oké, terwijl ik nu aan het rijden ben, een snelle update van wat betreft als de hond van de buren. Ik wou eigenlijk snel laten weten dat ik ondertussen eindelijk een update heb voor wat betreft de plaatsing van de zetels achteraan in de camper. Dat zijn de Fiat Ducato. Landbouwproject, zie de andere video's. En het kwam er eigenlijk op neer dat ik vooral, voordat ik een beslissing wou maken, wou ik vooral het zelfbouwtreffen afwachten. En dat is ondertussen gepasseerd. En op dat zelfbouwtreffen heb ik veel informatie gevonden. Maar niet zozeer rond zitbanken achteraan, want spijtig genoeg. Maar het probleem was eigenlijk dat de meeste koppels waren. Koppels waarvan dat de kinderen al een eigen gezin gevormd hebben en dergelijke meer. Ze al uit huis zijn. Dus het kwam erop neer dat de meeste geen extra zitplaatsen nodig hadden. Dus eigenlijk hadden dan de twee zitplaatsen vooraan. En daarom heb ik niet zo heel veel informatie gevonden rond achterbanken. Er waren denk ik van alle campers die er stonden redelijk wat. Er waren er in totaal een drietal die achteraan zitplaatsen hadden. Eén was een Hollandse Sprinter uitvoering dubbele cabine. Waarbij dat blijkbaar in Holland bestaat er een versie waarbij dat je achteraan een dubbele bank hebt van dus twee zitplaatsen. Dat heb je in België niet voor zover dat ik weet. Zeker niet bij de Fiat Ducato als je deze in dubbele cabine uitvoering koopt. En die stond er ook, dat was het, een van de drie. Dus dat was de tweede. Een dubbele cabine, een Belgische Fiat Ducato. Maar dan heb je eigenlijk een driezitsbank achteraan. En een plastic tussenschot en dergelijke meer. Nu dat tussenschot kun je eenvoudig verwijderen een keer dat je naar de omkeuring toe gaat. Maar het probleem is dat je dus met drie zitplaatsen naast elkaar zit. Waardoor dat de doorgang naar achter eigenlijk heel moeilijk is. Ook al hou je dat tussenschot weg, dan is de doorgang nog heel moeilijk. En dan was er nog een derde die ook achteraan zitplaatsen had ingebouwd. En dat was in het verleden gebeurd met zetels die een certificering hadden. Dus dat was volledig legaal gebeurd, maar tegenwoordig kan dat niet meer. Dat is iets dat vroeger kon, maar dat gaat dus nu niet meer. Dus al bij al kwam het erop neer dat ik toch verder in zee moest gaan met een van de bouwfirma's die ik al gecontacteerd had. Ik heb ondertussen ook een beslissing gemaakt van alle bedrijven die ik gecontacteerd had. Waren er eigenlijk twee overgebleven, de meeste. En ik heb er heel veel gecontacteerd, maar de meeste wilden ofwel, er waren verschillende problemen, maar er waren bedrijven die gewoon lieten weten, oké, als je niet van een dubbele cabine vertrekt, ja, dan gaat dat gewoon niet in België. En dat is ronduit verkeerde informatie, spijtig genoeg. Dan waren er bedrijven, er was zelf één bedrijf met een URL, mobilehomes.be, met als antwoord, ja, wij doen niet meer in mobilehomes. Dus ik hoop dat die mensen ondertussen onder hun domeinnaam gevonden hebben, anders gaan ze nog veel verwarring creëren. Dan waren er ook een aantal bedrijven, redelijk wat nog, die lieten weten dat ze mij wel wilden helpen en dat ze zeker ook zetels wilden inbouwen en dergelijke meer. Maar dat ze dat enkel konden doen als ik de volledige inrichting door hen liet uitvoeren. En dat is iets dat voor mij geen optie is, want dat komt erop neer dat je voor ongeveer dezelfde pakt dat een kabinet zelf 20.000 euro kost, afgerond. Dan kost de inrichting nog eens 20.000 euro. Zit je aan een prijs van 40.000 euro, kun je eigenlijk gewoon een reeds omgebouwde camper kopen voor die prijs. En er waren eigenlijk in grote lijnen twee firma's overgebleven. Eén firma zat in Gent, is Mees Mobility Center in Gent. En dan die redelijk qua naam. Niet zozeer een positieve naam, maar die is wel vrij bekend. En dan was er nog een ander bedrijf, CD Motorhomes, in ergens in Limburg. Ik weet het exact adres niet meer, maar dat was ergens in Limburg. En CD is geschreven C-E-D-E. Als je die opzoekt, hun Facebookpagina zou je wel vinden. Ik heb die twee dan verleken, dat waren de twee opties. Eigenlijk qua afstand, dus ik moest mijn kabinet binnenbrengen en dan de laadvloer laten inbouwen en de zetels laten inbouwen. Dus ik zou mijn kabinet een week kwijt zijn, plus dat ik naar die locatie moet kunnen gaan en moet geregeld krijgen dat ik ook opgepikt word daar, omdat ik dan een tijdje zonder kabinet zit. En om die reden alleen al was Gent, wat ongeveer 50 km van onze woonplaats is, de gemakkelijkste optie. Limburg is ongeveer drie keer zover, 150 km ongeveer van onze woonplaats. En dat is al iets moeilijker te regelen, plus dat mijn vriendin van haar werk vaak richting Gent moet. Dus dat was in het voordeel van Gent.
Dan heb ik de twee bedrijven gecontacteerd voor meer informatie en daar scoorden ze eigenlijk alle twee ronduit slecht. In eerste instantie, ik had hen gecontacteerd via hun website, via e-mail en via hun Facebookpagina. En beide bedrijven presteerden daar even slecht in die zin dat ze alle twee niet in staat waren om te antwoorden via de digitale weg. En ik heb bij beiden ook contacten als ik antwoordde dan achteraf nog berichtjes stuurde via de digitale weg, dan kunnen ze gewoon niet te pakken krijgen, ze reageren gewoon niet. Dus ik heb ze dus alle twee telefonisch moeten contacteren. Ik heb hen alle twee informatie gevraagd rond en uitgelegd wat dat mijn plan was. Dus voor mij specifiek is het belangrijk dat ik niet een dubbele zitbank achteraan krijg zoals dat bij veel campers zit. Dikwijls ook tegen een cabine, een douchecabine gebouwd. Ik wil drie losse eenpersoons zitplaatsen die ik op rails zelf kan vastzetten in de vloer, dus zelf locatie en indeling kan kiezen. Dat heb ik uitgelegd en het bedrijf in Limburg, CD Motorhomes, daaruit bleek duidelijk dat zij vooral werkten met die vaste zitplaatsen, dus dat zijn dan zogenaamde gordelbokken heet dat. En dat is een metalen constructie dat je op één vaste locatie in de camper kunt bevestigen aan het chassis. En dat kan dan goedgekeurd worden en daarop kun je dan een zetel plaatsen. Die zetel kun je kiezen hoe je dat doet, want het is eigenlijk die metalen constructie die de gordels voorziet en die voor de veiligheid van belang is. Veel mensen gaan dan bijvoorbeeld die tweede zitbank van voor achterin gaan inbouwen en plaatsen dan van voor twee enkele stoelen. En als ik hen zei dat ik dus eigenlijk een ander systeem met rails zocht, dan liet ze mij wel weten dat dat mogelijk was met verlijmde rails en dergelijke meer. Maar uit de uitleg bleek toch wel dat ze vooral meer ervaring hadden met de andere systemen. Dan heb ik Mees Mobility Center gecontacteerd, telefonisch ook, en vrij snel te pakken gekregen. Kreeg ik direct veel informatie rond die systemen met rails. Zitbanken en configuraties en dergelijke meer, dat was allemaal geen probleem. Ook veel informatie rond de omkeuring, rond wat er allemaal nodig was voor de omkeuring, wat dat zij zouden doen, wat ik zelf kon regelen en dergelijke meer. Dus daar werd ik heel goed geholpen en dat komt volgens mij omdat Mees Mobility Center is een bedrijf dat niet zozeer gespecialiseerd is in campers. Ze doen ook campers. Op hun website staat ook duidelijk dat ze aan campers doen. Maar daarnaast leven ze denk ik vooral ook van ombouw van personenwagens voor minder valide vervoer, maar ook voor het inbouwen van schoolbussen en dergelijke meer. Ik denk dat dat wel belangrijk is, want schoolbussen zijn typisch zo van die enkele stoelen. Ook luchthavenvervoer en dergelijke meer, van die shuttlebusjes en dergelijke. Die hebben vaak dat soort stoelconfiguraties. Dus op dat vlak denk ik dat zij goede keuze zijn, juist omdat ze de nodige ervaring hebben. Dus alles bij elkaar opgeteld heb ik ervoor gekozen om met Mees Mobility Center van Gent in zee te gaan voor het inbouwen van de zitplaats van achter. Dus ik had al een offerte ontvangen. Ik heb hen zo snel mogelijk gecontacteerd om te laten weten dat ik akkoord was met de offerte en om de details, de verdere uitvoering daarvan te gaan bespreken. Maar dat hou ik voor een aparte video. Want eigenlijk het grote probleem, hetgeen dat mij wat weer hield om bij Mees Mobility Center te tekenen, of ja, ik heb niets getekend, maar om daar te laten weten dat alles oké is, is als je hun website bekijkt via Google, dus via Google kun je bedrijven opzoeken en dan zie je ook informatie rond die bedrijven als GPS-locatie, maar ook reviews en foto's van gebruikers, dus van Google-gebruikers. En als je die reviews bekijkt, hou je vast, dan krijg je enorm veel slechte reviews in de zin van offerte gevraagd, nooit geen offerte gekregen. Afspraken gemaakt, afspraken nooit niet nagekomen, tot zelfs berichten van een ombouw laten uitvoeren en bij de keuring er niet doorgeraakt en dergelijke meer. Dus heel veel slechte reviews, dus dat weer roept mij een klein beetje om met hen in zee te gaan. Dus ik ga heel voorzichtig omspringen met die tegenpartij en ik ga vooral ook alles goed documenteren zodat duidelijk is hoe alles in zijn werk gaat. En hopelijk, ik hoop op hier af. Dat was het voorlopig. Bedankt voor het kijken en hopelijk meer goed nieuws in de toekomst rond die zitplaats hier achteraan. Dat metalen rek dat je hier ziet, dat verdwijnt trouwens ook. Hè. En mogelijk gaan we naar twee enkele zitplaatsen.